De belangrijkste uitdaging is mijn zin is dat het belastingssysteem niet ingesteld is op een circulaire economie. Sterker nog, het belastingssysteem werkt het tegen. Kijk, want op dit moment is vervuiling wordt niet belast. Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen zoals water en schone lucht en metalen en mineralen is bijna gratis. En daar maken we dus ook onbeperkt gebruik van. Mensenwerk, arbeid daarentegen, is juist heel duur in dit systeem door belastingen en premies. Nou, die circulaire economie vereist allemaal arbeidsintensieve businessmodellen. Repareren, recyclen, het modificeren van producten, het hele redesign van onze producten en services is heel arbeidsintensief. En dat vergt ambachtschap en creativiteit en heel veel innovatie. Het huidige systeem geeft juist prikkels om minder mensen in te zetten en juist meer grondstoffen te gebruiken. En je kunt dus zeggen dat het belastingstelsel niet geschikt is voor de uitdagingen van deze tijd. En die moet dus worden aangepast door de lasten te verschuiven van arbeid naar het gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Er zijn heel veel barrières voor de circulaire economie, maar het belastingstelsel en de financiële prikkels die dat belastingstelsel geeft, zijn zeer fundamentele barrières. En als je de spelregels van de economie weet te veranderen, dan gaat die tanker van de economie ook de andere kant op. Uiteindelijk gaat het erom dat we welvaart creëren die houdbaar is in de toekomst. En als het lukt om mensenwerk in te zetten in plaats van gebruik van natuurlijke hulpbronnen, dan teren we zowel minder in op onze natuurlijke voorraden, dus we houden de aarde leefbaar, en we creëren grotere bestaanszekerheid voor mensen, meer banen. Als we elkaar in 2020 weer zien, dan hoop ik dat we grote stappen hebben gemaakt en ons menselijk vernuft echt hebben ingezet om productie en consumptie aan te passen aan circulariteit. En ja, in mijn droom bestaat er dan geen werkloosheid meer. Gaan we veel slimmer met grondstoffen om, zodat onze consumptie geen negatieve impact meer heeft. Maar het zou wel betekenen dat we echt de spelregels moeten veranderen en dat we snel het belastingstelsel moeten aanpakken, zodat de financiële prikkels ook in de juiste richting gaan werken. Het is belangrijk om ideeën over de circulaire economie te delen en voorbeelden te laten zien hoe het in de praktijk wordt gebracht. En vooral het denken erover te versnellen en het draagvlak te vergroten. En een event waarbij iedereen bij elkaar komt om ervaringen te delen is denk ik belangrijk. Zeker voor Nederland, waar duurzaamheid op een laag pitje heeft gestaan de afgelopen jaren. En waar echt de noodzaak is om de samenwerking op te zoeken.